serie van de RPC Street Parking Workout. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een strength piece doen met bird dogs, native push-ups en tempo bend over rows. Hiervoor heb je nodig een zandzak. En we hebben vandaag een workout for time met 30 alternate V-ups, 60 sandbag round to overheads. Of als je eventueel een dumbbell of een kettlebell hebt, kan je die gebruiken. En 90 sit-ups. Waar gaan we mee beginnen? We beginnen eerst met het strength onderdeel. Daarna gaan we naar het stuk voor de for time. Maar dat gaan we apart filmen. Goed, wat ga je doen? Wat heb je nodig? Ja, je hebt in ieder geval je sandbag nodig. Als je geen sandbag hebt, dan kan je eventueel voor je bent overall iets anders gebruiken wat zwaar is. Denk hier erbij aan een bumper plate of denk aan dumbbells of wat dan ook. Het gaat uiteindelijk om het tempo. Wat gaan we doen? We beginnen eerst met een bird dog die direct overgaat naar een negative push-up. De bird dogs die doen we zo, 10 keer, dus 5 links, 5 rechts. Maar we gaan elke keer een 3 tot 5 seconden hold doen van de bird dog zelf. Dat is een isometrische beweging die je maakt, yes. Dus de focus ligt veel op de oblitse zijliggende buikspieren en de romp. Let op. Je gaat altijd tegenovergestelde richting. Dus als de rechterarm voorwaarts gaat, dan schiet het rechter het linkerbeen naar achteren toe. Je spant je romp goed aan, dus je gaat niet doorhangen. Dus niet gaan rollen met je rug, maar juist misschien een klein beetje bollen met je rug. Dat je voelt dat je romp aangespannen is. En dan steek je langzaamaan naar voren uit. Strekken. Vasthouden. En kom je weer terug. Strekken. Vasthouden. Niet je rug gaan hol trekken, maar hou hem hol. En weer terug. Dat doe je dan 5 keer links, 5 keer rechts. Na je laatste bird dog ga je direct over een push-up. Maar het is een negative push-up. Je ziet erbij staan dat er een tempo staat. En dat is 4-2-x-1. Dat wil zeggen, we gaan 4 seconden zakken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, explosief op. Doe je hem op je knieën, exact hetzelfde. 1, 2, 3, 4, net blijven hangen boven de grond. 1, 2, explosief op en weer terug naar beneden. En dat doen we dan in het totaal 5 herhalingen. Yes? Als je deze sets gedaan hebt, dan gaan we vervolgens door naar de tempo bend over row. Je doet van de eerste doe je 3 sets. En van de tweede duo 3 sets. De tempo bend over row. Wij gebruiken onze sandbag. Ik heb de link ook weer erbij gezet. Dan moet je hem nog willen maken. Je pakt je sandbag. Op. Gaat voorover hangen. En voorover hangen wil ik zeggen dat ik zo ga hangen. Maar dat ik dus mijn heup naar achter duw. Op. En dan zie je weer een tempo erbij staan. De tempo gaan we weer hanteren. Het tempo in deze is 4 seconden. Dus 4-0-x-2 staat voor. Ik trek hem explosief naar me toe. 2 seconden hold. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Reset. Up. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Als ik deze gedaan heb, direct door, dan hou ik hem vast. Dan ga ik hem direct door naar 6 tot 12 herhalingen. In een normaal tempo. Dus 5 tot 8 herhalingen in het tempo wat ik net deed. Dan na die laatste, dus na de achtste. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Maak ik nog 12 herhalingen. 1, 2, 3, 4. Door op een normaal tempo. Yes? Ook weer 3 sets van deze. Dat is het strength onderdeel van vandaag en dan zometeen de 4-time piece van de workout.